Albina in het district Marowijne maakt een historische ordening mee. Deze ordening houdt onder meer in dat er niet meer verkocht mag worden langs de straten van Albina. De straatventers die jaar in jaar uit hun koopwaren aan de man brachten, hebben nu een stand op de markt gekregen. Deze markt is pas gebouwd. De ordening is het initiatief van het districtscommissariaat van Marowijne onder leiding van Freddy Daniel. Het commissariaat is van mening dat Albina toeristvriendelijker moet worden, vooral omdat steeds meer Fransen Suriname via de oostelijke grens bezoeken. Bestuursopzichter Cyrano Assoiti zegt dat er ook wordt gewerkt aan een schoon milieu. We zitten hier bij de grens en het is Albina is een plaats waar de toerist eerste voet aan wal zet. Dus wanneer de indruk die de, zo iemand krijgt, is blijvend. En daarom willen we gaan voor ordening en het milieu. Daaraan is er ook ordening, er behoeft ook ordening. En dat houdt in dat we mentaliteitverandering teweeg gaat moeten brengen. En we hebben alle actoren nodig, we hebben iedereen nodig om de ordening tot een succes te brengen. Niet iedereen werkt mee aan de ordening. Vanuit vooral de straatventers wordt er veel tegenstand geboden. Sommige van hen blijven koppig langs de straten verkopen. Ook wordt er veel met vuil geslingerd. Om de gemeenschap bewuster te maken, zullen er ook awarenessprogramma's worden uitgevoerd, zegt Assoiti verder. Inderdaad, een moeilijke taak. Daarom hebben we ook, heb ik aangegeven dat we alle stakeholders nodig zullen hebben. Omdat ook wetgeving een rol gaat spelen. Want indien mensen geen gehoor willen geven, dan zal er andere systemen gebruikt moeten worden, zoals boetes en zo. Dus al die zaken zullen dan maken dat het, dat het uitgevoerd zal kunnen worden. Bestuursopzichter Cyrano Assoiti van het commissariaat Marowijne over de ordening die nu in Albina gaande is.